Dat jullie 40 leden hebben. Ja, de website is al ietsje verouderd. Maar we hebben denk nu rond de 25 leden. En dat zijn dan totaal leden. Dus dat zijn ook niet spelende leden. En hoeveel spelende leden? 16. Met wat betreft het aantal mensen? Er waren er heel veel meer. Dat waren er denk ik... Schat is? Rond de 70 hebben we ook wel gehad. Dan spelend? Niet allemaal spelend, ook heel veel leerlingen. Ja. Maar ook heel veel mensen in het orkest hebben ook wel echt orkesten gehad van 40 man. En hadden we daarnaast nog een kleiner orkest voor de leerlingen en voor het opstarten. Voorzitter, dan de toekomst? Op dit moment een beetje grijs en een beetje donker. Dus, het is gewoon heel moeilijk om aanwas te vinden. Kinderen die willen toch al graag iets anders doen. En in Bonnebroek is er veel keuze wat mensen kunnen doen. Ja, het is gewoon heel moeilijk om aan nieuwe aanwas te komen. En nou ja, er stoppen mensen. De grijze druk speelt ook een rol. Mensen, de gemiddelde leeftijd in de groep is vrij hoog. Ja, en als er dan geen aanwas komt, dan wordt het gat alsmaar groter. Maar je wilt toch een aantal mensen die in Bonnebroek wonen de mogelijkheid geven om zeker muziek te spelen. Maar ja, gedacht aan een soort fusie met andere verenigingen? Ja, er is wel eens aan gedacht. En daar hebben ook de leden wel voorgelegd al een aantal keren. Maar de leden geven toch aan van ja, dan verlies je toch al gauw het dorp. We zijn wel echt een dorpsvereniging. Dus we komen ook tijdens het paasvuur, tijdens Sinterklaas met het doodherdenken. En komen we ook spelen en zijn we er ook aanwezig. Dus op het moment dat je gaat fuseren, dan verlies je dat dorpse. Want met welke vereniging ga je dan fuseren en dan wordt het lastig. Dus daar hebben we al wel over gesproken. Destijds waren de leden daar niet zo enthousiast over, nee. Maar jullie willen voortbestaan? Ja, heel graag zelfs, ja. Je bent nu op avisie. Is er de mogelijkheid om een oproep te doen? Nou, hierbij? Ja, we zouden heel graag nieuwe leden willen. Dus dat zal enorm, dat zal een heel fijne oproep zijn, denk ik. En hoe kunnen geïnteresseerden zich aanmelden bij jullie? De mensen kunnen contact ook met ons opnemen via de mail. En die kunt u vinden op de website. Dus op www.muziekverenigingbornebroek.nl. Daar kun je op contact klikken. En daar staat het mailadres. En dan kun je contact met ons opnemen. En dan zullen wij ervoor zorgen dat je een instrument krijgt. Want alle leden bij ons krijgen een instrument. En dan kun je gewoon leuk mee gaan spelen. Dus dat betekent